Ridder Florian en de vuurdraak Ridder Florian van Drakensteen en zijn vriendinnetje Roderike houden grote schoonmaak. Pas op hoor, Roderike, roept Florian. Dat is mijn overgrootvader, Joris, de drakendoder. Je moet voorzichtig met hem zijn. Hij heeft honderd jaar geleden een ontzettend gevaarlijke vuurdraak verslagen. Hij heeft hem... In de rivier gegooid. Wat had die draak hem dan gedaan? vraagt Roderike nieuwsgierig. Het was de grootste, gemeenste draak op de hele wereld. Hij spuwde vuur en hij pikte taart van de mensen. Weet jij zeker dat draken niet kunnen zwemmen? vraagt Roderike de volgende ochtend. Heel, heel zeker, antwoordt Florian. In welke rivier is hij dan verdronken? vraagt Roderike weer. In de Drakenrivier, denk ik. Hmm, maar ik weet het niet zo precies. En ik wil het niet weten ook, zegt Florian. Ik wel, kwettert Roderike. Ga je mee naar buiten? Hmm, helemaal geen zin. Ik zit hier prima. Florian leunt lekker achterover. Nou, ik ga wel hoor. En voor Florian haar tegen kan houden, vliegt Roderike het raam uit. Roderike, Roderike, kom terug, roept Florian. Je hebt geen idee hoe gevaarlijk het daar buiten is. Er kan je van alles gebeuren. Florian wacht de hele dag op Roderike. Maar ze komt niet terug. Als Florian in zijn bed ligt, kan hij niet slapen. De volgende ochtend weet gij wat gij gaat doen. Hij zet de helm van zijn vader op. Hij pakt het schild en het zwaard van zijn grootvader. Want hij moet Roderike zoeken. Florian loopt naar buiten en haat de heuvel af. Hij loopt en loopt tot hij bij de Drakenrivier komt. Roderike, Roderike, waar ben jij? roept Florian. Hij knippert met zijn ogen. Och nee, hij is zijn bril vergeten. Opeens ziet hij iets roods in de rivier drijven. Roderike, ik zal je redden, roept Florian. Hij legt zijn opa's schild in het water en gaat erop zitten. Dan peddelt hij naar het vogeltje toe en pakt het. Maar daarbij kiepert het schild om en Florian plonst in het water. Florian schrikt. Hij kan niet zwemmen. Hij grijpt zich vlug vast aan een dikke waterplant. Oef. Even later staat Florian op de kant. Het is gelukt, Roderike! roept hij blij. Maar dan ziet hij dat het Roderike niet is. Het is een rode steen. Boos gooit Florian de steen zo hard hij kan in de rivier. Als hij eraan denkt dat hij ook opa's geld nog kwijt is, wordt Florian nog bozer. Kwaad stampend loopt hij weg. Hij loopt door tot hij bij een berg komt. Er ligt sneeuw op de top. Wat glanst daar zo mooi rood in de witte sneeuw? Rode Rieke, roept Florian blij. Wacht hoor, ik kom eraan. Florian loopt de gladde, glibberige berg op. Hij heeft zijn zwaard hard nodig om op te steunen. Bovenop de top grijpt hij snel het vogeltje, maar Florian glijdt uit en rutscht naar beneden. Hij valt in een diep gat. Help! Help! roept Florian. Is daar iemand? Help me! Florian is bang. En hij heeft het vreselijk koud. Maar wat is dat? Opeens waait er een warm windje. De sneeuw om Florian heen smelt. Hij zit nu aan de voet van de berg. Hm, hebben wij even geluk gehad? zegt Florian opgelucht. Hij doet zijn hand open. Maar het is weer Roderike niet. Het is een rode bloem. Deze keer wordt Florian niet boos. Hij steekt de bloem in zijn riem. Ik ben dan wel opa's zwaard kwijt, maar ik leef gelukkig nog, denkt hij. En weer gaat hij op pad. Verder en verder loopt Florian. De avond begint te vallen, en zijn maken knort van de honger. Opeens valt er iets roods op zijn helm: Roderike? Roept Florian blij. Maar nee, het is Roderike niet, het is een appel. Mmm, wat lekker. Mmm, zo sappig en zoet. Het is hier buiten helemaal niet akelig, denkt Florian. Eigenlijk is het best leuk. Even later loopt Florian weer verder. Opeens doemt er een groot donker monster voor hem op met een schild. En een zwaard. Help, loopt Florian. Hij draait zich om en rent in paniek weg. Help, hoort geen nog iemand roepen. En dan botsen ze keihard tegen elkaar op. Als Florian weer bijkomt, ziet hij een grote draak naast hem liggen. Hij pakt hoog zijn zwaard en zijn schild op. Doe hem heen kwaad, kwettert iemand achter hem. Roderike, roept Florian blij. Hij buigt zich over de draak. Ik ben bang dat ik hem verslagen heb, zegt hij. Maar dan vraagt de draak opeens: Ben jij familie van Joris? Uh, heel verre familie, zegt Florian. Uh, ben jij de gevaarlijke vuurdraak? Ja, zegt de draak. Uh, maar gooi mij niet nog eens in de rivier, alsjeblieft. Um, als je mij niet opeet, zegt Florian. Dat is afgesproken, zegt de draak. Pff, ik heb reuzenhonger, zegt de draak op de terugweg. Maar ik ne eet nooit mensen op, hoor. Want ik vind taart veel lekkerder. En weet je... Ik zou mijn dappere redder natuurlijk nooit kwaad doen. Hoezo, jouw dappere redder, vraagt Florian. Als jij die steen niet op mijn hoofd gegooid had, dan zou ik over honderd jaar nog in die rivier liggen. Oh. Even later zitten ze gezellig daar te eten in het kasteel. Pff, dat was spannend, zeg, zegt Florian. Stel je voor wat er allemaal had kunnen gebeuren. Jij gaat toch niet weer elke dag binnen zitten? vraagt Roderike. Nee, natuurlijk niet, zegt Florian. Ik ga gauw leren zwemmen. En de volgende keer. Ja, de volgende keer hebben we met zijn drietjes buiten spelen, kwettert Roderike, want dat, dat is veel leuker. Ook de vuurdrek knikt. Hij kan niets zeggen, want hij heeft zijn mond vol met taart.